Goedemorgen, welkom bij Vlamsdag 23. Vandaag de dag voor kerstavond, maandag. En morgen is het kerstavond. Woehoe! Kijk er keihard naar uit. Kei leuk zijn. Maar vandaag is het nog een gewone werkendag. Dus vandaag ga ik naar kantoor werken met Celientje. Eerst ga ik deze middag, het is ondertussen al 11:30 denk ik. En ik heb gemonteerd en dan deze middag, dus om 12 uur zelfs, ga ik bij mijn ouders even eten. Want mijn papa had gisteren spatula gemaakt. Ik was niet daar. Dus dan ga ik vandaag mijn deel eten. Ik zin in. Maar ik heb net ook wel best goed ontbeten. Dus ik heb nog niet heel veel honger. Even mijn haar uit de borstel. Het is niet als mijn borstel dat hij niet denkt, al met die haren, niet proper. En jullie vroegen ook nog hoe het met mijn voet gaat. Mijn voet gaat goed, hij zit alleen momenteel echt heel blauw. Ik zal het zelfs proberen te laten zien. Maar ja, ik denk dat ik geluk heb gehad dat er niks is gebroken. Dus dat is toch wel goed. Kijk, dit is hoe mijn voet er momenteel uitziet, zoals je ziet. Hier heel geel en blauw. Het is momenteel zo gelig aan het worden allemaal. Hier nog heel blauw. En mijn, ik weet niet of je het goed ziet, maar hier, dit is nog helemaal blauw. Ja, dit is heel blauw. Mijn been is helemaal geel en blauw. Hier is nog heel geel. Hier is het nog blauw. De andere kant aan mijn been heb ik van achter. Ook allemaal heel blauw, hier zo, dit stuk. Dus ja, ik denk wel dat ik geluk heb gehad met mijn voet. Want voor hetzelfde geld was er echt wel iets gebroken geweest. Het is wel veel beter. Oké, ik ga me verder klaarmaken, mijn omkleden. En dan ga ik vertrekken naar mijn ouders. Van deze trap was ik dus gevallen. En zoals je kunt zien, is die hier heel smal. En ja, ik ben hier al ergens gevallen en tot beneden. Woehoe! Oké, let's go! Off to the parents. For food. Mij, peppert. Ondertussen ben ik op kantoor. Ik ga een paar retours doen, mails doen. Celine komt normaal zelfs. En dan gaan we pakjes maken. Wachten. Ja, dat is te groot hier. Ik zal wel stukjes doen. Milky, moet ik u ook een stukjes doen? Ah, ik is al helemaal nat gesabberd. Lekker, lekker. Dat is lekker, hè, vriendjes. Hier, Milk. Achter u ligt het, hè, Milks. Vinden jullie lekker, hè? Ook nog een speeltje. Ik was snel naar de action gegaan. Hier, Milks, Milks. Nu zijn je muffin of stokjes aan het eten. Nee, hè? Omdat ik kaarsjes moest hebben. En batterijen. Ik zag dit.
Dat is een play tower voor cats. Met zo'n laser ding. Hak, daar moeten batterijen in. Maar... Reken het maar af, Talisa, zeker. Reken het maar af. Maar ik moet dat open schroeven. Dat ga ik zelfs doen. Dan heb ik nog een kaars voor Niels meegenomen. Dat zei hij nou was op zijn tafel. En op zijn salontafel. En deze gaat er wel mooi passen. Dan heb ik kaarsjes voor mij meegebracht. Die 10 uur branden. 6 uur branden. Ook nog weer voor Niels die 6 uur branden. Batterijen. En voor mijn zus, normaal gezien, ziet hij dit nu niet, want dit komt op kerstavond. Ik zag deze, ik heb al allemaal cadeautjes voor mijn zus, maar mijn zus haar totem op de scouts is zeepaardje. En die houdt ook gewoon heel veel van zeepaardjes. En ik dacht, dat is wel cute voor haar koffies uit te drinken. Ja, schatties, ik heb niks meer. Ik heb niks meer. Dus, oh, 1 stuk is goed hè, voor vandaag. En dat had ik dan ook nog meegebracht. Sticks van wat zijn deze biscuits. Met vis. En ze vinden het heel lekker. Ja, jullie vinden het lekker hè? Ja. Ik heb ook nog een aantal pakketjes aangekregen. Die ik ga open doen met jullie. Als eerste is dit. Van whitetrips-shop.nl. Ik weet dat mensen dat gaan vragen, dus... Bij deze screenshot het. En dit zijn whitening strips voor uw tanden. De Crest 3D whitening strips. Die heb ik al vaker gebruikt. Ik breng die normaal mee vanuit Amerika. Mijne zijn nu op en ik ga in april pas terug naar Amerika. Dus ik dacht, ik bestel ze online. En die komen in zo'n zakje. En met een tongschraper denk ik dat het is. Ik weet het niet. En er is ook wel een tekstje bij hoe je dat moet doen en zo. Dat heb je ook in je mail gekregen. Allee, ik heb dat ook in mijn mail gekregen hoe dat ik deze moet aanbrengen. Ah, het cadeautje is de tongschraper. Wist je dat slechte adem hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door overmaat aan bacteriën op de tong? Gebruik dagelijks bijgeleverde tongschraper. Sorry, Milky zit weer in de kattenbak. Echt altijd als ik ga filmen. De tongschraper voor optimale mondhygiëne. We wensen je veel succes met de kuur. Dit is dus een kuur van 10 dagen, maar ik ga dat niet 10 dagen aan elkaar doen. Ik ga daar sowieso tijd tussen laten. Dan hebben we dit pakketje. En dat is van Nivea. Voor de mensen die iets gaan zeggen over mijn adres. Dat is niet het adres van waar ik woon, maar dat is het adres van kantoor. Ik geef nooit mijn woonadres. Ik ga eerst alles er eens uitpakken, want er zit wel wat in. Als eerste hebben we de Volume Forming Spray. Dit is een... Wat is dat? Dat ken ik precies nog niet. Dat is een soort van haarlak of zo. 0% alcohol. Spray, style and go. Oké. Stronghold. Dus dat is een styling spray. Ziet er wel tof uit. Dat is nieuw denk ik ook. Volume styling primer. Dus dit doet je op zodat je... Haren beschermd is tegen de hitte. Er is zo uit. Dat heb ik ook wel nodig, want dat doe ik eigenlijk nooit. Shame on me. Dan hebben we de Body Soufflé in coconut. Ziet er ook weer heel goed uit. En zo natuurlijk. Ik wil wel eens ruiken. Ah. Ja, er zit nog iets op, dus ik ruik dat niet echt. Dan hebben we Micellaire Skin Breed Micellaire Water. Zuurstof boost voor droge huid. Looking good. Ik hou trouwens echt wel van Nivea producten. Nivea is altijd zo natuurlijk. En ik merk ook gewoon met de gewone blauwe pot Nivea. Dat echt het beste werkt voor mij als ik droge plekjes heb en zo. Dan hebben we... deze ziet er interessant uit. Puur Detox Micellaire. Milde shampoo. Groene thee en limoen.
voor gestresseerd haar en gestresseerde hoofdhuid. Wauw, dat ziet er echt tof uit. Ik wil ruiken. Oh, amai. Het ruikt heel lekker fris. Dan hebben we nog maskertjes. De Natural Radiance 10 Minute Tissue Mask. Laat de huid stralen, voedt intensief en verzacht de huid. De Q10 plus C anti-rimpel plus energie. Ook weer een 10 minuten masker. En Urban Skin Detox 10 minuten masker. Intensieve reiniging, matteert de huid, verfrist de huid. Dat is zo'n zwart masker. Kijk tof! En dan nog twee scrubs. Een rijstscrub met aloe vera en een rijstscrub met framboos. Die met aloe vera is zuiverend en die met framboos is glow. Die zien er zo uit. Can't wait to try them. Woehoe. Kijk blij. Next up hebben we een pakketje van Lush. I love me some Lush. Ik hou echt zoveel van Lush. Ik ben heel benieuwd wat er in gaat zitten. De Lush kerstcollectie. Verse producten. Geen plastieke verpakkingen meer. Oké, dat is wel super tof. Oehoe. Oei, deze is gebroken. Maar dat is niet erg. Oh, kijk schattig. Dit was denk ik zo. En ik denk dat die oortjes hierbij zaten. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Even hier neerleggen, want dat glittert natuurlijk allemaal en zo. Dan dit. Oh, dat is zo. Zou dat voor de warmste week of zo zijn? Dat is zo'n fireball. Oh my. Wauw, dat ruikt echt super lekker. Wauw. Dan hebben we. Mijn piepschuim is er aan de inkruipen. Ik weet niet of dat de bedoeling is dat dat open is. Alleszins deze. Met mistletoe. Oh, die ruiken zo lekker allemaal. Dan hebben we nog een blinkende. Oh, hoe cute. Met sneeuwsterretjes. Super mooi ook. Ik durf niet te veel te dabben dat ik iets kapot maak. Oh, een kameeltje. Oh, kameeltje met glitters. Ook heel mooi. Dan heb ik hier nog iets. Nog een bad bomb. Oh, die is ook super mooi. Oh, deze. Oh, die ruikt zo lekker ook. Ik ben echt slecht in geuren omschrijven. Maar het ruikt gewoon lekker. Dan hebben we nog een bad bomb. Oh my god, hoe schattig. Een klein polar beartje. Dat is een kleine ijsbeer. Oeh, die ruikt super hard naar munt. Ruikt ook echt super lekker. Let's see if er nog in zit. Hier hebben we Snowflake Body Lotion. Dankzij deze luxe body lotion hoef jij geen zorgen te maken over winterse invloeden op je huid. Kan ik echt gebruiken, want mijn huid is echt altijd zo droog. Oeh, candy cane. Toothpaste jelly. Oké, dat heb ik nog nooit gezien. Ik wist niet dat ze dat hadden. Zoet met een twist. Een tandpasta met munt en menthol op een zachte manier. Die op een zachte manier je tanden reinigt. Wauw. Kei benieuwd om dat te proberen. Dan hebben we hier nog de Happy Shower Gel. Yay. En ik denk dat het dat is. Ik wil er niet allemaal uithalen, maar ik denk dat dat alles is wat erin zit. Ja, ik gok van wel. Woehoe, kei tof. Thanks Lush. Oh, ik hou echt zo veel van Lush. Ik kan niet wachten om een bad te gaan. Oké, dan als laatste had ik een pakje bij de Hunkemuller besteld. Het zijn eigenlijk allemaal onderbroekjes. Dus ik denk niet dat ik die zo ga showen. Want daar hebben jullie niet echt iets aan, denk ik.
Maar ik had, ze hadden zo'n actie als je 9 onderbroeken bestelde, dan was dat zo heel goedkoop. Dus ik heb er in totaal 18 besteld. Zo van deze. Ik zal er een paar laten zien. Die cute zijn. Oh, die is te veel ingepakt. Zo van die kanten onderbroekjes. Strings. Maar gewoon onderbroeken. Omdat ik mijn onderbroeken allemaal heb weg heb gedaan die oud waren. Nog een kakje groene. Dat ziet er wel mooi uit. Dus dat zijn al mijn pakjes. Ik ga heel even monteren nu. Straks ga ik nog even terug naar mijn ouders. Want mijn papa gaat beginnen aan de ijsbaan voor Kerstmis. En nu ga ik eerst nog foto's maken. Oh. Amai. Dat is sowieso van al die producten, denk ik. Dat kruipt zo mijn neus. Nou, ik ga dus nog foto's maken, monteren en dan ga ik straks naar mijn ouders. Ik heb snel een broccoli courgette soepje gemaakt met kikkererwten. En ik ben How I Met Your Mother aan het kijken. Dan ga ik trek verder werken. Ja, jij wilde ook weer. Ik ben klaar met werken en ondertussen ben ik in de chalet bij mijn ouders. Kijk, gezellig. Papa is... Wat bleef? Bij uw papa, bij mijn papa bedoel ik. En papa is al het eten voor Kerstmismorgen al aan het klaarmaken voor kerstavond. En nu gaan we stokjes eten. Jullie snappen het niet zo goed, hè? Ik ben terug thuis en ik heb dat nu speeltje zo wat ik van de Action had is opgezet. Maar ze begrijpen het niet zo heel goed. Ze snappen niet heel goed wat er aan de gang is, maar dat gaat toch zo snel? Ziet je dat? En dat staat op slow. Ah, Muffin heeft het misschien wel door. Nou, nee. Ja, Muffin snapt het. Maar dat gaat veel te snel. En dat maakt trouwens ook keiveel lawaai. Allee, keiveel. Je hoort dat gewoon. Oké, ik heb gevonden hoe dat ik het toch minder kan zetten door aan dat hoofd zo te draaien. Nu gaan we er wel voor. Ah, oei, nu doet het niks. Ah, jawel. Goed zo, Muffin. Goed zo. Pak het maar. Milky, jij ook eens. Hier. Pak het maar eens, Milky. Milky, waar is dat? Goed zo. Maar ik heb wel ooit eens gelezen dat katten zo depressief daarvan worden omdat die dat niet kunnen vangen. Dus ik ga dat niet te veel doen, man, de garm. Ik wil niet dat mijn katten depressief worden. Hè. Goed zo. Oh, schattig. Oké, ik ga ook even de adventskalender openmaken. Oké, let's see. We zijn dag 20 al gedaan. We zijn dag 22, denk ik. Hè? 22? Ah nee, het is al 23. 23. 23 is Lippenstift Contour Edition in Nude Wave. En dat is zo'n... lippenpotlood in een hele mooie nude kleur. Dus dat ga ik sowieso wel gebruiken, ben ik al zeker van. Maar die ga ik dus morgen nog open doen, de laatste 24. Dan is het al voorbij, hè. Het is weer zo ongelooflijk snel gegaan. Oké, we hebben nog één dag morgen, hè. Ik ga mij nu ontschminken, mij in de zetel zetten, tv kijken, deze vlog monteren voor morgen.
En dan ga ik slapen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up, de voorlaatste vlogmas. Laat ook zeker een heel leuke comment na. Dan kan ik daarop reageren. Ik ben zeker benieuwd wat jullie van vlogmas vonden. Dus laat mij dat ook weten. En dan zie ik jullie in de volgende vlogmas.